school is echt een vis voor de zomer. En de school is dus vaak zo alleen maar heel eenvoudig gewoon in de olie gebakken. Wij doen wat anders, heel zachtjes bakken in de boter, of ze echt, zoals je een tong zou bakken, ja, is het een delicatesse. Wij halen eerst het vel eraf, dan in de ruggengraat snijden we helemaal door tot aan de staart. Dus we maken er twee helften van. En dan alle zijgraten worden heel voorzichtig afgehaald, dus dat je alleen in het middelste ja, een soort tournedo-achtig geheel krijgt van die schol. En dat wordt dan op een rustige manier gebakken. Dus dat je het zo van de graat af eet, ja, je krijgt een heel andere smaak en beleving hoe je een scholletje eet. Schilletje. Je ruikt ook een hazelnootgeur. Okay. Vandaar dat het heet beurre noisette. Dit. Bruiner dan dit mag het niet zijn. Want dan wordt het namelijk zwart of is bitter. Die kuit door. Proef jij altijd even als het goed is? Iedereen praat me over duurzaam en het moet allemaal gezonder en beter voor de natuur. Maar als je nou gewoon eet wat uit je buurt komt, in het seizoen dat het goed is, dan wordt het al een stuk eenvoudiger en goedkoper.